ben Anna van Eden. We zijn hier bezig om de voerrekken voor de geiten te installeren. De geiten kunnen dan een kop erin doen. Dan gaat hij zo. Die gaat zo. En dan met een hendeltje kan ik ze vastzetten. En dan kan ik straks ook een filmpje maken als ze erin vaststaan. Kunnen ze gaan verkappen. Dus ik moet hier nog een aantal bouten vastschroeven. En als we dat hebben gehad, moeten we aan de andere kant er nog een zetten. En dan gaat het filmpje zo verder hoe de geit verkapt gaan worden. Het filmpje gaat verder over het klauwbekappen van de geiten. We hebben de rekken hebben we geplaatst. Dat heb ik net laten zien dat we daarmee bezig waren. Ik heb Maya aan deze kant staan en de bles heb ik aan de andere kant staan. Dan kunnen ze geen ruzie maken. En nu wil ik laten zien hoe ik... de klauwtjes van de geiten gaan bekappen. Geiten in de natuur die lopen op rotsachtige ondergrond. Die slijten zelf hun klauwtjes. Maar geiten in de Nederlandse stallen die slijten niet voldoende. Dus moeten wij de ingrijpend zelf doen. Ik heb twee gereedschappen daarvoor. Het ene is een mesje. Ik ben hier zelf niet zo handig mee. Ik werk altijd met deze. Dat is eigenlijk gewoon een snoeischaar, maar dan recht. Gaat ook prima. Als je hier handig mee bent, kun je hier sneller mee werken, want je kan twee kanten in één keer snijden. Dat gaat met deze niet. Dus. Nou, we zullen proberen om straks ook even een close-up te maken. Aan het eind van het filmpje zou ik ook een aantal foto's doen van voor en na. Ik begin meestal aan de voorbenen en dan werk ik rondom. Als ik achterkom, zal ik ook even demonstreren. Ga ik over de geit heen staan, over de kont. Dat tussen mijn benen in, ik kan er niet links of rechts en dan kan ik gewoon de achterpoot pakken en dan beginnen. Dus ik begin nu even aan Maya's achterpoot. Til hem op. Dan pak ik eerst dat mesje wat ik liet zien. Dan krap ik eerst zoveel mogelijk vuil er tussenuit. Nou, ik loop nu ook wat achter met klauwbekap van de geiten vanwege onze verhuizing. Dus ik zie nu dat bij Maya hetgene wat erachter knikt moet al helemaal eroverheen gegaan is. We zullen dit even een close-up van maken om het beter te laten zien. Kijk. Hier zie je dat dit eroverheen gegroeid is. En dat ga ik dus ook afknippen. Ik begin van achter naar de punten toe. Kijk, en nu heb ik ook wat meer ruimte om dat vuil eruit te werken. Kun je ook beter zien tot hoeveel je knipt. Geit heeft een zooltje, dat is zacht materiaal. Tot aan dat zooltje knip je dat harde randje hier aan de zijkant weg. Van achter naar de puntjes, met de puntjes het hoekje om. Kan je nog meer vuil eruit halen. Kan je precies zien dat hier nog meer af mag. Dan naar binnen toe. Hetzelfde met de andere kant. Hier kan ook een stukje af. Dat is een soort rubber waar geiten mee in de natuur grip hebben op de rotsen. Je kan hier ook een verschil van kleur zien tussen donker en licht. Dus dan knip ik al sowieso dat donkere gedeelte eraf. Hier kan ik hetzelfde doen. Het vuil er alvast uithalen. Hier kan nog meer af. Knip ik van de punt naar de achterkant toe. Hier nog een stukje af. Hier aan de binnenkant zit nog een randje. Kijk even nog naar de hoekjes. Je steekt ook nog een stukje over. Kan nog een stukje af. Nou, dan kijk ik verder. Zit hier nog ruimte tussen zacht en tussen de harde randjes? Nou, dat is niet zo. Dat is allemaal mooi gezond. Hier heb ik ook een klein stukje afgeknipt. Je kan hier ook zien als je dit dicht op het leven komt. Het is nu grijzig. Het gaat steeds rozer geworden. Dan weet je dat je in de buurt van het bloed komt. En dat je dus stoppen moet. Dan heeft de geit ook nog van die bijklauwtjes. Dat kan ook ongeveer een centimeter of 2-3 af aan de onderkant. Daar doet een tamme geit weinig mee. Dus zo ziet dan een geknipte klauw eruit. In vergelijking met eentje die niet geknipt is. Hier zit nog een hoop vuil op, dus daar zie je sowieso helemaal niks van. Even weghalen. Maar hier zie je dus hoe het is als het niet geknipt is. Dan zit hier die flappen er nog overheen. Dus we gaan ook dit klauwtje bekappen.
En dan de voorbeentjes nog. En dan is ze rondom weer klaar. Zo, ik heb ze nu gekapt. Wat ik ook nog vertellen wilde is, in principe volg je dus het zachte zooltje van de binnenkant van het klauwtje van de geit. En de harde randjes die groeien dan op zo'n teen aan de buitenkant. En in principe kun je dus dat niveau van het zachte zooltje aanhouden. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat een geit bijvoorbeeld, doordat je wat langer tijd ertussen hebt zitten voordat je bent gaan klauwen kappen, dat het ongelijk is geworden. Dat hij dus eigenlijk scheef op zijn klauwtje staat. In dat geval kun je dus de ene kant ietsjes langer laten en de andere kant wat korter, om dan weer geleidelijk aan die balans terug in het klauwtje te brengen. Nou, kijk dus ook altijd naar de binnenkant tussen het harde randje en het zachte gedeelte van het klauwtje, om te kijken of daar geen ziektes in zitten, kapotte stukken, gaten, wat kan gaan infecteren. Dat was dus hier ook allemaal niet het geval, gewoon gezonde klauwtjes. Ik doe dit ongeveer 4 keer per jaar. Het is een beetje afhankelijk van het voer ook wat ze krijgen, het seizoen waar ze in zitten, waardoor ze klauwtjes harder en minder hard kunnen gaan groeien. Maar in principe zit ik op 4 keer per jaar en dan loop ik ook niet te veel achter en dan heb ik ook niet al te veel overlapping wat ik eraf moet knippen. Dus ze kunnen er nu weer een maand of 3 tegenaan. Ik was nu dus een beetje aan de late kant in verband ook met de verhuizing. En de voerhekken moesten ook eerst geïnstalleerd zijn. Als je een geit aan de touw zet die wordt gedaan, dan kunnen ze nog alle kanten uitdraaien en doen. Want ja, het is nog ruim 3 weken en dan hopelijk worden dan de eerste lammetjes geboren. En het is voor een geit die zo hoogdrachtig is ook niet zo prettig om de klauwtjes nog bekapt te krijgen. En het is ook wat lekker dan dat ze ook zoveel extra gewicht hebben, dat ze dan ook goede gekapte klauwtjes hebben om op rond te lopen. Dus normaal gesproken zou ik dat wat eerder gedaan hebben, dat ze dan ook wat minder ver in de dracht zouden zijn. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om te volgen, dat ik nog een beetje iets van heb kunnen leren. En misschien weer tot een volgende filmpje. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. Dag.